Met bijna 150 multinationals als klant floreert het Doetinchemse Pink Vision als nooit tevoren vanaf een pand bij het Centraal Station. Het bedrijf helpt ondernemers die een stap maken over de grens met hun activiteiten. Ze zijn inmiddels een dusdanig grote speler dat staatssecretaris Aukje de Vries maandag een kijkje in de keuken kreeg. Het is een heel mooi bedrijf wat andere bedrijven ondersteunt om bijvoorbeeld douaneaangiftes te doen. En het is een heel mooi bedrijf om te zien hoe ze dat opgepakt hebben. Zowel voor grote bedrijven werken als voor kleinere bedrijven. En die gewoon ook ondersteunen om het wat makkelijker te maken om die aangiftes te doen. En heel veel mensen komen hier dagelijks langs. Die hebben geen idee wat hier allemaal gebeurt. Ja, mooi is dat, hè? Dat is heel bijzonder. Maar Pink dat betekent people in compliance. Dat is ook weinig wat mensen weten dat niet allemaal. En compliance is eigenlijk niets meer en minder dan zorgen dat je klanten, grote multinationals zoals wij ze kennen, maar ook midden- en kleinbedrijf, zorgeloos zaken kunnen doen over de hele wereld. De wet en regelgeving van andere landen is gedigitaliseerd in een systeem van Pink Vision. Met deze zogenaamde regulatory technology, ook wel RegTech genoemd, loopt het Doetinchemse bedrijf wereldwijd voorop. Wat reden is dat klanten als Mainfreight aankloppen voor hulp. Ja, de kunst is om die wet en regelgeving zoals we die gevangen hebben dan vervolgens in het systeem te zetten. Zodat zij heel makkelijk, logistiek gezien, al die exportdocumenten in hun bezit krijgen. En die multinationals, daar hebben we wat meer tijd voor nodig, omdat die wet en regelgeving voor veel meer landen geldt. Eigenlijk, het bestaan van dit bedrijf geeft al aan hoe complex al die regels zijn, internationaal. Ja, dat klopt. Dat is heel ingewikkeld. Je hebt natuurlijk met heel veel landen te maken als je exporteert. Daar zijn ook alle regels vaak weer anders. Maar dat vraagt dan soms dat bedrijven daar wel ook ondersteuning bij krijgen. Ja, als je een BTW-aangifte wil doen in Italië, dat gaat tegenwoordig real time. Dan moet je dat zo gereguleerd hebben dat zij dat onmiddellijk kunnen zien. Nou, daar zitten 1273... wij noemen dat business rules in, wet- en regelgeving, regeltjes. Daar moet je aan voldoen, wil je dus die BTW-aangifte doen daar. Ja, dat is enorm. En dan praat je over één land, hè? Zo'n bedrijf zou dat niet eigenlijk in het havenbedrijf moeten zitten in Rotterdam? Nee, ik vind juist mooi dat al die bedrijven ook gewoon verdeeld over het land zijn. En zeker in het mooie Doetinchem natuurlijk. En die moeten daar ook mooi blijven zitten, denk ik. Dat is hartstikke goed.